Dit is Kijk Hilversum met het nieuws van 28 mei tot 1 juni 2012. Vrijdagavond rukte de brandweer uit met groot materieel voor de melding van een uitslaande brand aan de Van Musschenbroekstraat. Bij aankomst bleek de brand snel te blussen en de schade viel gelukkig mee. RTI vond drie getuigen die meer weten van de oorzaak van de brand. Nou, wij kwamen aanlopen en toen waren de jongetjes die waren vuur aan het maken. Ja, zo'n klein jongetje van zo groot. Ja. En toen zei ik of ze dat alsjeblieft niet wilden doen. Zo zei ik het niet, maar of ze weg wilden gaan. Dus toen gingen ze weg. Het was eerst nog een onschuldig vuurtje daar gewoon. En toen heb ik het uitgepist. En ik ben die jongen achteraan gegaan om te kijken waar die nou precies heen ging. En toen, nadat ik het had uitgepist, kwam ik erachter dat het dak in de fik stond. En toen is de brandweer netjes gebeld. En toen hebben ze het uitgeblust. Een van de grote ergernissen van de Hilversummer is de chaos van fietsen rond het station. Deze week komt daar een klein beetje verbetering in. Verantwoordelijk wethouder Frans van Os heeft namelijk besloten om de 12 autoparkeerplekken aan de Larenseweg Noorderweg op te offeren voor de plaatsing van zogenaamde dubbeldekse etagerekken die plaats bieden voor 256 fietsen. We zullen niet zeggen dat het een druppel is op een gloeiende plaat, maar het is hard nodig. Gedurende de hele maand juni kunt u in het raadhuis kijken naar de foto-expositie People of Sudan. Fotograaf en PvdA-raadslid Jacques van Rooyen vertelt over het ontstaan van de expositie. In december en januari ben ik in Soedan geweest. Ja, het is heel moeilijk om in Soedan te komen. Ik had een uitnodiging van de Franse ambassade om daar vijf, zes weken te verblijven. Nou ja, goed, toen ben ik dat allemaal gaan voorbereiden, want ik wist dat ik daar naartoe kon. Ik had een visum en toen ben ik dat gaan voorbereiden. En toen dacht ik ook wel, ik ben ook geïnteresseerd in Soedan, ik ben politicoloog. Dus toen ben ik ook gaan voorbereiden dat ik dacht van ik wil het volk van Soedan wil ik in beeld brengen. Het onderwerp is dus de people of Soedan, het volk van Soedan. Ik heb heel veel foto's genomen, ook van de desert, zeg maar, hè, dus ook andersoortige foto's. Maar ik heb deze geselecteerd als zijnde de verscheidenheid van het volk van Soedan. Ik heb ze zeker niet allemaal, maar ik probeer ze in beeld te brengen. De expositie People of Soedan omvat 26 portretten van verschillende etnische groepen die in Soedan leven. Waarom moeten we allemaal komen kijken, Jacques? Allereerst omdat het hele mooie foto's zijn en ten tweede omdat ik Soedan in beeld heb gebracht als etnische samenleving. Nou, daar worstelen wij ook mee, dus ja, daarom moeten ze komen kijken. Het RTI radioprogramma Kick-Off organiseerde vorige week de verkiezing van het lelijkste gebouw van Hilversum. Er kwamen honderden reacties binnen en vrijdag werd de winnaar bekendgemaakt. Winkelcentrum Kerkelande. Vanaf nu het lelijkste gebouw van Hilversum. Maar wat vinden de bezoekers er eigenlijk van? Nee, dat vind ik niet. Ik vind het niet. Ik vind het niet het lelijkste. Ik vind het, kijk, het is misschien modern, helemaal onderstel, maar ik vind het een prettig winkelcentrum. Het is niet meer van deze tijd, het gebouw. Een beetje albollig, maar wel een beetje facelift hebben. Vooral de frontzijde, hè? Als de entree een beetje mooier is. Nee, het is helemaal niet lelijk. Ja, eigenlijk onterecht, want als ik mezelf mijn mening zou geven, dan zou ik zeggen het gakgebouw, het voormalige gakgebouw. Ja, dat klopt wel. Het is het lelijkste gebouw van Hilversum, maar het is wel het praktische gebouw. Donderdag 31 mei vond de tweede editie van de Jeugdjournaaldag plaats. Onderdeel van deze dag was de finale van de Jeugdjournaal presentatiewedstrijd. Geselecteerd uit meer dan 400 inzendingen kwamen de 20 beste kandidaten met al hun klasgenoten naar het Mediapark voor een heuse screentest in de studio van de NOS. Erg spannend, ja. Natuurlijk. Hoe vind je de screentest? Vind je het spannend? Ja, een beetje. Niet heel of zo, maar ja, spannend altijd wel. Ja, waarom? Nou, je gaat wel voor camera staan in de studio van Jeugdjournaal.
is wel bijzonder. Heb je al op een manier voorbereid? Nou, in de klas gewoon een beetje toneelstukjes, een beetje van die dingen oefenen. Ja. Hoe is het gegaan, Sebastiaan? Nou, volgens mij heel goed. Ja, ik heb het teruggekeken. Ik vond het heel leuk, heel goed gaan. Het Europees kampioenschap staat weer voor de deur. En dat betekent de nodige oranje versieringen. Maar is dat allemaal wel brandveilig? Ja, het EK voetbal staat inderdaad weer voor de deur. Hartstikke gezellig. Ook hier in Hilversum elk jaar weer, of elke EK weer een feest. Daar wordt natuurlijk heel veel versiersel bij gebruikt. Het probleem voor de brandweer is dan wel de hoogtes van de vlaggetjes bijvoorbeeld. We zien de straten mooi versierd met vlaggetjes, hartstikke leuk. Maar er wordt niet nagedacht van wat kan er gebeuren als er een vuilniswagen doorheen moet of een brandweerauto. Een hoogwerker van de brandweer is erg hoog. Die kan al die vlaggetjes van de weg aftrekken met alle schade van dien. Dus daar wordt meestal niet over nagedacht. En wij proberen de mensen dus wel duidelijk te maken dat als we die straten versieren en vlaggetjes ophangen, dat die op een 4,20 meter hoogte hangen. Dan hangt ieder wel veilig voor de hulpdiensten om dat onderdoen te kunnen. Dat is voor ons altijd wel een probleem. Waar mensen wel echt over na moeten denken is dat, wat koop ik voor versieringen? Eén is gewoon brandgevaarlijk, want die zijn niet geïmpregneerd. Het andere is hetzelfde slingertje, alleen is geïmpregneerd. En je zal zien dat de ene heel erg brandt en de andere onbrandbaar is. De versiersels die niet geïmpregneerd zijn, dus de vlaggetjes die goedkoper zijn en niet geïmpregneerd zijn. Nou, je ziet wat er gebeurt. De geïmpregneerde slingers. Kijk, dit brandt niet door. Dit gaat op een gegeven moment gaat het uit. Het mag een navlamduur hebben en dat is voldoende om het veilig te maken. Het ene product is bewerkt met een speciaal impregneermiddel. En dat middel zorgt ervoor dat het product moeilijk brandbaar wordt. En het andere product, wat niet geïmpregneerd is, is gewoon dus papier. Wat gewoon brandt als ander papier. Nou, er hoeft maar iets te gebeuren in je huiskamertje en we hebben met brandbaar papier een woningbrand. Er staat een merkje op het product wat je koopt. Als het een onbrandbaar materiaal is, een materiaal wat geïmpregneerd is, staat er een merkje op, een geel rondje met een rood streepje erheen. En dat betekent gewoon dat het geïmpregneerd materiaal is. Ja, mensen gaan met de EK gaan ze aan bij elkaar feest vieren, want het is gezellig voetbalwedstrijd kijken. Die zijn ook zelf uitgedost in allerlei soorten oranje kleding en dergelijke. We hebben boas om ons nek, deze dingetjes. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Maar wees wel bewust wat je draagt en wat je om je nek hangt. Want je zal zien dat heel veel van die producten niet brandveilig zijn. I can't just kick him out. He's family. Check it out. Well, I gotta get back to work on the tumyun. What? Tumyun. It's a cross-pollination between a tomato and onion. Well, think of the time it'll save when you're making spaghetti sauce. I love my brother, but he doesn't live in the adult world. I live my life a certain way.
Elke week heeft RTI Hilversum aandacht voor dieren die in dierenasiel Krailo wachten op een nieuw tehuis. Deze week presenteert Alex Post honden Lola en Tigo. De eerste hond die we net zagen, dat is Lola. Lola is een mopshondje. Geboren in 2005, is hier als verfhondje binnengekomen. Een bekende uit de buurt herkende haar en is hier naartoe gekomen met het verhaal dat zij dus ook epilepsie zou hebben. Bij ons heeft ze nog geen enkele aanval gehad. Uit bloedonderzoek blijkt dat zij wel epilepsie heeft, maar dat het heel lichtelijk is en met medicatie dus goed te behandelen is en te voorkomen is. En de tweede hond is Tigo. Tigo is een zwarte labrador. Die Tigo is erg sociaal naar honden. Kan ook goed met kinderen overweg. Is wat rustiger in huis als de andere. Hij heeft nog wel lekker veel energie. Dus hij houdt van een lekkere stevige wandeling op zijn tijd. Zwemmen, lekker ravotten in het zand. Vindt hij allemaal heerlijk. Kan ook wel eventjes lekker alleen thuis zijn. Dus ook hij zoekt een nieuwe baas waar hij wel zijn energie kwijt kan. En de rest van zijn leven lekker mag doorbrengen. Thank you.